Oké, ja. Even duimpje omhoog, hè. En even je abonneren. En dan in mijn tuin. Ja, mooi. Hallo allemaal, lieve vrienden. Een hele goede middag. Jullie zijn weer aanbeland bij Corina en de Beestenbol. En we leven vandaag alweer op woensdag 25 augustus om 13.35 uur. Wat de dag ons brengen gaat, Joost mag het weten, ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ik met mijn hondjes uitga. En als mij niemand komt storen, ga ik mijn haar doen. Maar ja, ik zeg als niemand mij komt storen. Je weet het hier maar nooit. Ik kan altijd onverwachts bezoek komen. Dus ja, verder, ik zal het niet weten, maar ik hou jullie natuurlijk wel op de hoogte. Hè? En ik neem jullie gewoon overal in mee. Ja, ik laat dat jullie natuurlijk allemaal weer zien, et cetera, tenminste, zolang het kan. Ja, als ik bezoek krijg die er niet op wil, nou, daar heb ik respect voor. En gebeurt dan niet. Maar in ieder geval, we zullen het beleven. En ik had de zonnescherm naar beneden, is nou naar beneden, maar ik moet hem nou naar beneden houden, want hij is nou vochtig, dat moet even drogen. Want we hebben een buitje gehad, van die mieze bui, motregen, maar het schijnt nou weer droog te zijn, dus ik hoop dat het al droog blijft en dat die zon weer even doorheen komt, dat hij hem kan drogen, ja. Of tenminste, een zon is een zij, dus dat zij kan drogen. Ik ga hem alsnog weer omhoog halen. Maar ja, het is meer bewolkt dan wat anders. Ik kan er ook niks aan doen. Maar de regenbui stond niet gemeld op mijn telefoon bij maar liefst 1, moet ik niet liegen hoor, 1, 2, 3 buialarms, maar 3 verschillende. Ik heb noodweer en ik weet, noodweer is de middelste, dat weet ik nog uit mijn hoofd. Dan heb ik buialarm. En die schijnt de beste te zijn. En ik heb er nog één. Maar, hallo? Het stond er niet op gemeld dat we die regenbui zouden krijgen. Nee, het zou droog blijven. Laat het dan ook droog blijven daar van boven, hè? Ja. Maar nee, de Engeltjes moesten heel nodig. Zou mijn moeder dan zeggen. Maar oké, lieve vrienden. Genoeg hierover. Wij gaan lekker aan de wandel. We gaan even genieten van de frisse lucht. Kijken hoe ver ze weer zijn op de gracht met de walbeschoeiing. Want dat komt er heel mooi uit te zien. Ja, en dan komen het stenen trappetjes zodat men omhoog kan lopen of naar beneden. Het wordt betegeld naar beneden. Het wordt gewoon één grote aanlegstijger. Langs de hele lijn van de gracht. Volgens mij hoor. Behalve bij de bruggen natuurlijk niet, want dat kan niet. Je kan niet onder een brug een bootje vast gaan binden. Nee, dan ben je de doorvaart van de andere bootjes. Want de Mosterdbrug die kan omhoog. Maar ja, verder dan het carillon kunnen, ja, ze kunnen de zijtak natuurlijk weer nemen, geloof ik. Ik weet het niet eens hoe dat zit. Als je de Willem-Alexanders-engel opgaat, ja. Ik geloof niet dat je die tak kan nemen. Maar het is wel in binnen met zeewater door van die grote dikke buizen heen. Dat weet ik wel. Maar ze zijn hier aan het donderjagen met een brakker. Kijk naar, hè? Ja, goed zo, Elwin. Keurig. Nou, en mijn OCD heeft weer knoppen, dus daar ben ik ook weer blij mee. En als die zo meteen bloeit, dan laat ik hem jullie natuurlijk ook weer eventjes bewonderen. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet ze met wat jullie doen, maar ook zeker met wat wij doen. Nou, aan de overkant komt de Gans, zoals ik al eerder had gezegd.
En dat wordt getegeld. En dat komt ook aan deze kant. Ja. Komt er helemaal, volgens mij langs de hele kade, wordt het gewoon één grote aanlegsteiger. Zodat men er kan lopen met stenen trappetjes er naartoe, uit de berm vandaan. De rioleringen worden aangepast, want je ziet daar een groen buisje lopen. Daar komt dus water uit vanaf die regenpijp daar. Ja, en die gaat dan daar zo onder de grond door het water in. En ook het puttenafvoer. Hier hebben we er ook een. En even kijken, dat is rood. Ja, we hebben hier ook een, achter mij hebben we ook een afvoer, een regenpijp en nog een putje. Dus dat sluit daarop aan. Ja, als we verder gaan hoor, even vanaf de kant proberen. Daar, daar. Ja, daar is gewoon niet dat omhoog in delen. Ja, maar het is toch in delen. Nou. Dan gaan we die kant weer op, want er komt een auto. Oh nee. Die moet omkeren, hij kan er niet langs. Nee. Het is één dikke bende hier. Eén dikke bende. Maar ja, moeten ze ook allemaal weer opruimen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Even duimpje omhoog, hè. En even je abonneren. Ja. Top. Zo, lieve vrienden. Ja. Ik heb maar weer even de paarse tube erbij gehaald en paars erin gedaan. En dan is het een dikke uur later zit maar en over een uur lekker wassen en dan zullen we het beleven. Ja, kijken of het heeft gepakt. Ik hoop het wel. Maar in ieder geval de dames die zijn buiten. Ik heb ze hun bond maar even buiten gegeven. Ja, ik heb mijn jurk even uitgedaan, want dat zijn toch knopen. Dus die heb ik me uitgedaan met dat paars in mijn haar. Ik denk, maar even een oud vestje aan. Elwing die ligt lekker aan een bonk. Rijke de bonk ligt daar. En Rijke die is onder de picknicktafel. Die zit er zelf te wassen, te klauwen, te doen. Hé, Rijke. Rijke. Hoi. Moet je niet met je bonk? Nou ja, of wel? Wat ga je doen? Boffie. Dus ja, dat dus. En ik heb de deur op een klein kiertje. Met het middelste haakje. En daarnet had ik de deur lekker op slot. Met de knip en de meisjes binnen. Want ja, als ik boven ben, ik moet geen vreemde lui in mijn huis. Nee. Als we maar mooi buiten blijven, ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik ga lekker eventjes aan het renderen. Ik kan mooi even een uurtje doen. En dan mijn haar weer uitspoelen en wassen en doen. En dan zullen we het beleven. Ik heb het erin gekregen. Het ziet er weer goed uit. Dus ja, ik ben er blij mee. Ja, ja, het is nou natuurlijk nat. Ik heb het net gewassen, maar het zit erin. Het is nou een kwestie van... moet de tijd hebben om te drogen, want ik doe dat niet met de föhn, want dan ben je nog langer bezig en dan word je arme lam. Nou, dat lukt me allemaal 1, 2, 3 niet meer. Dus de moedertje de natuur doet het wel. En ik ben er weer blij mee, het heeft gepakt. Dus ja, helemaal toppie! Ja, en nou even wachten inderdaad totdat het droog is. Kijk hoe het dan is. Ja, ik ben er inderdaad wel blij mee. Dus ja, laat me horen hieronder of jullie het ook weer leuk vinden, ja of de nee. En ja, anders heb ik pech. Of jullie, een van die twee. Ja, ik vind het leuk. Zo is dat. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb een film gerenderd. Die kan ik nu naar YouTube brengen. Ja. Hé, dames. Jono. Hé, hey. Globetrotters, willen jullie weer naar buiten, naar jullie bonken? Ja, ik moet dan even staan, hè.
Want kijk, hij is op slot. Hoppata. Kom net op beneden weer. 1, 2. Ga maar aan jullie bonken weg. Mag best. Nou, ik doe de deur weer een stukje dicht. Kleine haakje. Zo. Dus ja, dat dus. Maar, oké, ik ga hier weer verder. En ik zou zeggen, gewoon genieten. Ja, doe ik ook. En dat in mijn tuin. Ja, mooi. Enkel dat wordt af en toe een beetje wazig. Mooi, hè? Echt wel. Wordt hier weer wazig. Ja. Echt wel. Zo, en dan waren we weer terug. Hé? En dan hebben we er hier twee lieve schatten liggen. Ja, hier twee lieve schatten. De kwispelkwispelkontje. Hé? Ja, jullie zijn lief, hè? Jo! Palingstaartje. Wat? Als ik zeg palingstaartje, hier is een palingstaartje. Hé, Elwing? Ja, nou meis. Hé, joh, zo lief. Ja, och. Moeten jullie weer even naar buiten? Even naar jullie bonken. Hé, die liggen er nog. Doe maar. Ja, Rijka mag niet blaffen. Van wie weet ik niet. Ik heb wel een heel klein vermoeden wie het was, maar ik weet het niet zeker. Nee. Ja. Ja, ik hoorde gisteren iets zeggen van, tegen Rijka van houd je bek. Of hond, houd je bek, zoiets dergelijks. Ik denk, nou, jij praat. Mag jij niet praten, dacht ik even. Maar oké. Het was overdag. Moet kunnen. Nou, laat ze me lekker even. Ik ben weer bezig, zoals jullie zien. Ja, dus ook die gaat weer naar YouTube. Ik heb er al eentje gebracht naar YouTube. Dit wordt de tweede voor vandaag. Dus ja, komt allemaal goed. Lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En straks weer gezond uit je bed zien te komen. Het is namelijk alweer 3 uur geweest. Dus het is mooi geweest voor mij. Ik ga naar mijn bedje toe. Vandaag krijg ik mijn begeleidster rond 1:30, 12:00. Dat ik weet het niet. En dan hoop ik dat het ook mijn haar wat beter wilt zitten. Kleurtje heeft hij in ieder geval. Maar nou moet het eventjes nog beter willen zitten. Maar ja, ik ben buiten geweest met de meisjes. Het waait nogal. En daar hebben we meneertje Kandalf. Oh. Dus ja, de dames zijn al naar boven en deze komt net naar beneden om mij even te halen. Hé, ja. Dus we gaan lekker een beetje toe. Ik zeg, tot morgen.